mag ik een oorverdovend applaus voor Saïda Derazi! Yay! Daar staan we weer met z'n allen. Salam alaikum! Salam! Fawaka! Shalom! Goedendag allemaal, ik ben Saïda Derazi. Ik ben de voorzitter van het comité 21 maart. En zoals Sorab daarnet al zei, wereldwijd gaan vandaag mensen de straat op tegen racisme, discriminatie, islamofobie, vluchtelingenhaat, migrantenhaat, Roma- en Sinti-haat en in solidariteit met mensen met een beperking, LHBTI, Aziaten en de Black Lives Matter beweging. Alle vluchtelingen zijn welkom. Wij keren ons tegen de racistische afschrikbeleid en de pushback waarbij gewapende mannen aan de grens zwarte vluchtelingen en vluchtelingen van kleur terugsturen. De afschuwelijke manier waarop vluchtelingen op zee sterven, in kampen zitten en verschrikkelijke situaties aan de grens tussen Polen, Belarus en de Oekraïne-oorlog zijn slechts symptomen van een grote crisis. De massale ontheming van mensen en racistische grensbewaking, ook voor hen moet de antiracisten beweging bewegen. Er bestaan geen asielzoekers. Ze zijn allemaal vluchtelingen. We moeten benadrukken dat mensen niet verdrinken mogen en nogmaals, alle vluchtelingen zijn welkom. De overheid laat zien dat mensen van kleur en zwarte mensen niet beschermd zijn. Etnisch profileren, de toeslagenaffaire zijn hiervan het resultaat en het bewijs. Hoe zal dit uitpakken als zometeen de economische crisis aanslaat? Racisme zit midden in het systeem en er vallen duizenden Nederlandse slachtoffers. Vanaf het begin van de pandemie heeft het virus buitenproportioneel groot impact gehad op zwarte mensen en mensen van kleur. En geleid tot onsterfelijk veel sterfgevallen in onze maatschappij. Dit racisme, door racisme, wordt ook de verdeling van vaccins op grote meerderheid van de bevolking op het mondiale zuiden niet eerlijk verdeeld. In veel landen vormen fascistische en extreemrechtse partijen en organisaties nog steeds een ernstige bedreiging. Ook in Nederland. Ze zijn gegroeid door de demonstraties van virusontkenners en antivaxxers. Hun complotideeën wakkeren antisemitisme aan en racistische vooroordelen. Racistische partijen zoals FVD, JA21 en PVV hebben helaas voet tussen de deur gekregen in ons land. En daardoor normaliseren zij racistische en fascistische ideologieën. We moeten samen strijden tegen elke vorm van racisme en discriminatie en fascisme. We moeten samen één vuist maken tegen ongelijkheid en verdeeldheid. Samen een vuist maken, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid claimen. Zij en zij solidair staan.
tegen uitsluiting. Alle vluchtelingen zijn welkom. Op alle grenzen. Tegen neocolonialisme. Tegen elke oorlog. Klimaatracisme. En tegen imperialisme vanaf nu. Dank jullie wel.